dat hij niet oud is gegaan, is echt een wonder. Maar ik ben niet mijn naam. Oké, wacht even overnieuw. Nou al. Ik ben Jasper. Ik keek in de camera. En ik. Ik ben Jasper. En ik keek. Of wat ik deed. Ik ben Jeroen. Wat is de achternaam? Wil je die weggeven? Wil je nou eens een keer werk of niet? Nee. Ben jij? Ik ben Jesse Loef. Ik ben editor en color grader. Ik ben Jeroen Kokman en ik maak visual effects. Ik ben Sefa, degene die de productie heeft gedaan voor deze videoclip. Het spook. Ik was het spook. Toch? Of hoe noem je dat ding? Schim. Schim van het leven. Ja. En wat ik doe is dingen maken. Pretty much. Ik weet gewoon nog dat het heet was, man. Het was fucking heet. Onwijs heet was. Extreem heet was. Ja. Het was zo fucking heet. Het was voor mij een van de warmste dagen van het jaar. En dan in zo'n plek, dus dan echt gewoon een soort kuip waar de zon ingiet als lava. Met al het licht wat op ons reflecteerde, zwarte kleding aan van filmcrew. Ja, dat was wel echt de hel, man. Het was echt een soort snelkookpan daarbinnen. Zowel creatief als qua temperatuur. En dat jullie toen winterjassen aan hadden en hele hete pakjes. Die planten dan op een betonnen skatepark een clipshoot tijdens tropische temperaturen. En ik weet nog dat als ik nu ga zeggen, boah, is het heet, dan stopt iedereen. Dus ik heb gewoon gefaked van, kom op jongens, kom gewoon. Leuk toch? Het meeste medelijden had ik met degene die de schim speelde. Een hele dag in een synthetisch carnavalkostuum. En daar overheen een hoodie. Rennen? Dicht getaped ook echt, zodat er amper lucht binnen kon. Oké, dit is de minst ademende stof die we hebben. Dit even doen, dat is wel chill. Oh. Dat hij niet oud is gegaan is echt een wonder. Waarom was dat nou zo snik heet? Het was de allerheetste dag van het jaar. Nee. We hebben wel hem lekker kunnen verkoelen door hem poedeltje naakt in de pure blauwalg te gooien. Ik zeg, draai het zo snel mogelijk, want voor hetzelfde geld gaat hij dood. En dan hebben we dat toch mooi in beeld. Dan word je gewoon ineens gevraagd als blote man in de pomp maar even staat te wassen. Zoals je dat in Utrecht wel vaker ziet. Ook midden in Utrecht. Als daar handhaving was geweest, weet ik niet hoe goed dat was afgelopen. Ah. Je had echt twee kutrollen bedenken. Ja, in de ene kan je precies niet kwijt wat acteren is. En in de andere zet je jezelf gewoon voor schut. Wel, Jan nog gevraagd of ik dat op me wou nemen, die rol. Het shot waarbij de schim achter Ruud verschijnt. Waarbij ja, heel veel zaken zo voor en achterlangs gingen, dus er ook voorlangs. Maar dan kwam het eigenlijk uit zijn hart. En dan stropt dat ze weer voor. Dus dan moest ik dat helemaal allemaal gaan maskeren los van elkaar. De grootste reden is omdat we daar nog heel erg aan het uitzoeken waren hoe die schim nou precies werkte. Stond hij uit rook en had hij vlammen en welke kleur had die rook dan en hoe verschijnt hij dan? Ik heb het langste gewerkt aan het monteren van de eerste versie. Ik heb zelf dan de visual effects gemaakt op, echt op een heel amateuristisch niveau. Dus ook dingen van internet getrokken, zelf een beetje gefield met visual effects. Een beetje schetsen maken, zodat als je dan ook de hele clip ziet, dat je dan een idee hebt van wat het gaat worden. Anders zit je maar naar groene schermen te kijken en naar mensen die slaan en niks gebeurt. En dat ziet er allemaal heel lullig uit. Dus ja, dan maak je zelf iets. En er is daar dus nog een versie van waarin je dus al die wacky visual effects van mij ziet. Wat we vertellen is natuurlijk mijn verhaal. Namelijk dat ik best wel lang gekut heb gehad met mijn gezondheid. En heel veel onzekerheid heb gehad vanuit het ziekenhuis. En die onzekerheid heeft ertoe geleid dat mijn brein op een gegeven moment een loopje met me is gaan nemen. Van wat kan ik allemaal wel niet hebben. Uiteindelijk ben ik bijna zieker geworden van het idee dat ik ziek zou kunnen zijn. Dan van de klachten die ik daadwerkelijk had. Ruud kreeg dus op een gegeven moment hartklachten. Hartklachten is natuurlijk niet niks. Als je hart stopt met kloppen, dan ben je gewoon dood. Voor het eerst was mijn talent, mijn fantasie, mijn grootste vijand. Dus de schim is Ruud zijn schaduwkant, zijn overpijnskant van ga ik sterven door mijn hart. En gaandeweg de clip zie je dat hij dus steeds meer in gevecht komt met die schim. En dan eigenlijk achterkomt dat hij in gevecht was met zichzelf. Je hebt een soort negatieve versie van jezelf die jezelf tegenhoudt en daar moet je dan tegen vechten. Nou, eigenlijk wat Jasper zegt, ja, dat zegt hij wel heel goed. De schim komt ook letterlijk voort uit mijn hart. Als je goed kijkt in de clip, op het moment dat die energiestraal erin komt, zie je daar ook het hartje weer opladen. Ik heb er nu in ieder geval de allervetste videoclip ooit aan overgehouden en de vetste show die we in Jimmy Woo filmden. Dus niks is voor niets. Want je krijgt dus alleen hartklachten als je of heel jong bent. Dat is die Spider-Man, kijk. Dit is de Rotterdamse cultuur. Dat is een legende in Rotterdam. Oh ja, hartklachten. Dat stukje waarbij jij die energie
straal in je krijgt en dat daarna dat opstaan en die handen die dan zo die elektriciteit over zich heen krijgen en je ogen die gaan gloeien, vind ik toch het vet. Ook omdat het dichtst bij anime komt voor mijn gevoel. Ben je een superhelden nerd? Nee. Je ziet mijn parmantige bilpartij toch al mooi in beeld. Jeroen heeft jouw penis nog weg via-fixed. Ja? Echt? Die is best wel lang met jouw penis bezig geweest om daar een geloofwaardig golfje voor te doen. Kijk, daar maar eens een geloofwaardige golf erop, ja, ja. Heb jij al de witte walvis gezien die hier zwemt? Misschien kunnen we hem even roepen. Witte walvis! Ja, het is ook echt bizar om te zien dat je ziet die hele clip en je denkt van nou, dat moeten toch wel wat veel mensen aan hebben gewerkt. En dan zie je die aftiteling en dan is het gewoon één slide met, wat is het, 10 mensen of zo. Waarvan uiteindelijk maar 2 voor de post. Het is eigenlijk gewoon bizar als je dat ziet. Van heel weinig mensen hebben deze clip gemaakt. Ik wilde ooit een punkalbum maken, totdat ik de eerste resultaten zag van de clip van Niet Onsterfelijk. Niet Onsterfelijk staat op mijn vorige album. En toen dacht ik, ja, maar ik ga nooit meer zo'n vette clip maken als deze. Dus als we ooit een punk-EP maken, laten we het nu doen. En laten we die clip gebruiken als de promotrein. Jeroen heeft mij geïnspireerd om een heel album te maken. Toen heeft de jongen die de mix doet, Jelle Bruinsma, die zag die clip. En dacht, ja, maar dan ga ik het ook opnieuw mixen. En die heeft toen alle drums opnieuw ingespeeld. Waarop Alex dacht, de gitarist, dan ga ik ook mijn gitaar opnieuw inspelen. Waarop ik dacht, ja, maar dan moet ik ook alles opnieuw inzingen. Dus daarom hebben deze 5 nummers een jaar geduurd. Omdat iedereen upte zijn game de hele tijd. Ruud staat achter de camera en stelt zelf deze vraag. Ja, wat moet ik dan zeggen? Geweldig! Ik raad het iedereen aan. Help. Ik vind het ontzettend fijn om met Ruud te werken. Ook omdat ik merk dat we heel erg in dezelfde belevingswerelden zitten. Maar waarbij ik juist heel erg ingetogen ben, is hij juist heel expressief. Weet je, het Apollo en Dionysus verhaal, dat maakt die balans zo heel fijn. Ik heb zoveel kutte dingen met Ruud gedaan, maar daar stond hij niet per se aan het roer aan. Ik ben met Ruud naar Frankrijk geweest voor een jeugdvoorstelling. Op aanraden van Ruud. Als ik dat vergelijk met een dagje in Utrecht in een plomp staan, waarvan het niet per se duidelijk is of er blauwalgen in zit of niet. En in een pak van, ja, die warmte vooral vasthoudt met een trui eroverheen. Ja, dan kies ik toch voor dat laatste, ja. Want je wilt echt niet weten hoe kut dat was. Stront? Er ligt hier zoveel stront. Hey, ik vond het vroeger echt alleen maar best wel voor debielen. Wat je dan nog zeggen? Nou, het 15, 16 was. Toen skateboard ik ook en luisterde ik punk op Blink 182 en Offspring en al dat soort muziek. Dat ging dan altijd door de slaapkamer van mijn broer waar de computer stond. En daar was ik altijd al bezig met photoshoppen en met Flash toen nog. En zo is het ook een beetje begonnen. Terwijl ik punkmuziek luisterde, is dat de weg naar de visual effects is eigenlijk een beetje ontstaan, waardoor het extra leuk is dat deze clip nu voorbij kwam, omdat het daar alles samenkomt. Ja, dat was een beetje de tijd van Dragon Ball Z. Dan wordt het echt zo'n mix van toen ik 15, 16 was, komt daar gewoon helemaal in terug. In het hele album trouwens. Dat het publiek krijgt dat het verdient. Bats. Oei. Daar ging iemand op zijn snuffert. Misschien wel ergens op een festivaletje draait of zo. Dat zou ik wel leuk vinden. Ergens een soort videoclip of visual effects-achtig klein filmfestivaletje. Jeroen is een jaar bezig geweest met de VFX en dat zie je. Jesse is een jaar bezig geweest met de edit. Er zal geen frame fout zijn. Jelle heeft de mix 3 keer herzien. Kijk het voor dat soort talent. En ik vind het sowieso wat Ruud maakt en aan sowieso Nederlandse content en de wereld instuurt, vind ik heel tof, want er is gewoon echt niks zoals dat. Er zijn ook nummers, als ik die hoor, dat ik weer even terug in de kamer van mijn broer ben, Tony Hawk aan het spelen ben. En het heet natuurlijk niet voor niks Tony Hawk muziek, maar dat doet zijn naam wel eer aan. Dit is toch wel echt een van de beste projecten waar ik aan mee heb gewerkt. Hij staat ook helemaal bovenaan mijn portfolio op mijn website. Hallo. Hallo. Hi. Ik vind het wel goed zo. Dikke pik. Maar ik ben hier nog sterfelijk.